Vraag 4. Zweten is een natuurlijke manier om de temperatuur van je lichaam op orde te houden. Maar smakelijk is het meestal niet. Smerig is het. Ja, zweten op zich is natuurlijk ook gênant. Alleen, ja, we doen het allemaal. En over zweten gaat het deze vraag. Hoeveel milliliter zweet scheiden je voeten per week af? Dus allebei je voeten gedurende een hele week. Dit is volgens een specialist van voetverzorging. Dennis, denk jij er maar vast even over na. Iedereen thuis en hier in de crowd. Het is nu de kans om in te schatten. Milliliters. Hoeveel milliliter zweet? Als ik hier toch ergens iets niet in kan schatten, dan vind ik deze toch heel moeilijk. Dus mijn steun en toeverlaten. Ja? Graag. Oké. Okay. Over ons hele lichaam kunnen we wel tot 10 liter zweet per dag verliezen op hete dagen. 10 liter zweet? 10 liter, ja. Dat is een boel. Dat is een boel, ja. Als je nou 10 kilo afvalt, 10 liter zou een liter per dag zijn over je hele lichaam. Milliliter, dat is 1,5 liter per week. Dat is veel te veel. 1100 milliliter in de week. Ja, 1100 meer dan een liter is dat, hè? 1100 milliliter is net iets meer dan een liter. Ik weet het niet. We kijken eventjes naar de crowd. Patty op stoel 142. 30.000 milliliter. Nou, ik hoop dat je regelmatig je sokken wisselt. De crowd geeft allemaal een antwoord en uiteindelijk wordt het gemiddelde genomen. En waar komen zij dan op? Hey Dennis. Oh. Vlak bij jou. Nicolette, neem ons eens even mee in de wereld van het zweet. Dit is natuurlijk een van mijn favoriete vragen. Want wij hebben ongeveer 250.000 zweetklieren die samen per dag een flinke beker vol zweet kunnen produceren. Oh, maar per week zelfs bijna 2 liter. Dus dat wil zeggen 1750 milliliter. Smerig. Je moet ook eigenlijk gewoon het beste iedere dag even andere schoenen aantrekken. Dat je een beetje wisselt een paar keer per week, zodat het lekker kan luchten. Allebei rond de 1100. 1750 milliliter was het juiste antwoord. Hoeveel punten zijn er dan verdiend? Punten, daar gaat het om. 40% zat de crowd af van het juiste antwoord. Verdient ermee 10 punten. En Dennis, jij verdient 13 punten deze ronde.